Ja, ze lag buiten bovenop Rijka. Oh. Rijka kon er niet wegkomen. Nee, dus ik heb bij haar een halsband weg moeten trekken. Dat is toch niet normaal. Een zwaar gewicht. Ja. Ja, lieve vrienden, ja. We hebben nieuwe versiering in de straat hier. Ja, dat, ja, waar het op moet lijken weten we niet. Maar in ieder geval, het is een anker in het midden. En de blauwe, ja, misschien een golf of wat dan ook, ik weet het niet. Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag weer donderdag, de 28e van de 9e 2023 en we leven om 18 minuten over 12. Ja, dat ik ga met de meisjes weer even lopen en Willy die komt. Sky die zou met Karin mee naar Den Haag, maar dat gaat niet door, want Sky heeft zelf, geloof ik, dacht ik, wat ik begrepen heb, afgeëpt. Dat ik weet het helemaal niet hoor, maar het zal me een worst wezen, in ieder geval, die gaat niet weg. En die brengt Chelsea straks weer hier naartoe, omdat die naar de voedselbank moet. Dus ja, en dan wil de hond het liefst niet bij een of andere junk hebben. Nou ja, daar geef ik hem groot gelijk in. Maar ja, in ieder geval, en ik ga even iemand een kaartje schrijven en die gaat vandaag al op de post. Ik zeg niet wie, nee, dat is eventjes privé. Anders stuur ik ook geen kaartje. Ja, maar in ieder geval, ik ga lekker even met de meisjes lopen, die liggen daar lekker allebei op de bank. Dat kan ze vanmiddag weer shaken. Dat vind ik wel weer zielig. Want dan boet Chelsea er weer op. Ja, dat vind ik eigenlijk wel zielig hoor. Ze kunnen het er ook met z'n drieën leggen, weet je. Maar ja, het is een grote bullenbak. Ondanks dat het nog maar een jonkie is. Hé? Ja, nou kind. Ja, we gaan eventjes lopen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet gewoon van jullie dag. Het is hier grijze grauw. Het is 18 graden, zegt hij. Daar is het 19 graden. Ik zal even op mijn telefoon kijken. Die zegt nu ook nog 18, maar ik weet niet wat hij doet met verversen. Die blijft ook op 18 staan, dus ja, het zal 19 à 18 graden wezen. En het waait, zie ik, want hij houdt zijn hoofddeksel vast. Zijn cap, weet ik van wat hij op hebt. Nee, hij had niks op, maar hij houdt wel zijn hoofd vast. Waarom, weet ik niet. Ik zie me zo al lopen. Ja, ik zie me zo al lopen. Moet je naar dat poppetje kijken. Ja, hè. Ach, wat grappig. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je ding. En doe gewoon gezellig, ga genieten met elkaar, van elkaar, ja. En als je werken moet, kun je ook genieten, hè. Ja, leg er helemaal aan wat voor werk je moet, of ja, wat je gewoon doet, dat weet ik niet, wat voor werk je doet. En ja, ook al vind je het werk op zich niet leuk, je kan toch genieten met je collega's, als je leuke collega's hebt, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken en zien elkaar straks wel. Doei, doei. Ja, jullie zien het, er staat al een hele grote heimachine. Met in de toppen een vlagmachine, jullie nou niet. Want ja, dat is een beetje te hoog boven de, door de bomen heen. Maar ja, ze zijn bezig dus. Ja. Als ik verderop ben, dan pak ik jullie er wel weer even bij. Kijken of we dan de vlag zien. Ik zie hem wel, maar jullie niet. Denk ik, vermoed ik. Ja. Dus. Ja. Maar in ieder geval, wij gaan doorlopen. En het water is nog best groen hier en daar. En het stinkt ook, zelfs ik ruik dat nog. En dat terwijl ik zo min ben. Ja. Yeah.
en door mijn neus praten, et cetera. Oh, man. Maar in ieder geval, we gaan eventjes door. En ik wou het jullie even zo laten zien, ja. Vanaf deze kant. Komt goed. Ja, jullie zien het. De vlag in top. Ja. Dus ja, die hangt er helemaal bovenin. En dat is dan een heimachine. Ja. Maar ik snap niet waarom ze geen kijkgaten maken. Dat is toch veel leuker? Maar nee. Nou ja, we wachten het af. Ik kan daar ook eens kijken als ik op de booster ben. Ik ga er nou niet langs lopen. Nee, want ze zijn geloof ik aan het schaften of zo. Ik weet het niet. Maar in ieder geval. Zo dus. Nou, en we gaan verder. Kom eens hier. Hoe is het met je zweeftenen? Nee. Laat dat. Chelsea. Hey. Chelsea. Je kunt weer naar buiten, hè? Hé, hey, naar buiten maar weer. Nee. Terug. Nee. Ik wil even rust hebben. Mag dat? Leg ze maar mij hoor, niet aan jou. Ik wil even rust. Ja, toeliedokie. Ga jij ook even rust? Ga jij ook even je rust zoeken, dame? Jij ook je rust zoeken? Rust zoeken? Denk erom. Rust. Allemaal rust. Wat is een kereltje? Maar achter kan er een verjaardag gaan. Kom maar. Hé, hey, je bent een lieve man. Ja, je bent ook zo oud, hè. Dat kan niet meer, hè. Wat een dikke, hè. Ja, schat. Hé? Hey. Ja. Hé? Hey. Hey, kom dan. Ja. Ja, ook dat moeten we wel doen. We moeten nog naar weer naar blokken voor jou. Ja. Want ik ga jou echt niet wegen. Ja, ik heb nog druppeltjes ook voor jou. Dat kan ik ook doen. Hé, ja. Je bent een lieve schat. Ja, lieve vrienden. Ja, de rust is weer gedaan. Want nou heb ik Sky weer een paar dagen met Chelsea. Want hij mag maar 48 uur bij Patrick zijn. En dan moet hij weer weg. Ja, dat is even met zo'n klote gemeente als wij hier in Den Helder. Geen huis voor hem, niks. Ja, er staan huizen genoeg leeg, weet je. Dus. Ja, er staan huisjes genoeg leeg. Echt wel? Ja, er staan huisjes genoeg leeg. Hé? Maar oké, mijn meisjes die hebben hun weer rustig gegeven. Nou ja.
Ja, je mag wel binnenkomen, maar je bent druk. Dan moet je rustig zijn. Ik zal je zo naar binnen laten, ja? Oké. Nou, eigenlijk ligt Chelsea rustig. Mijn meisje is eindelijk ook, die wordt eindelijk met rust gelaten. Chelsea, nou ja, die kan ik niet de baas, helaas. Chelsea die lag buiten bovenop Rijka. Rijka kon er niet eens onderuit komen. En dat is iets wat ik niet wil, want mijn meisjes gaan wel voor op een gasthond. Dus ja, Sky moet toch echt een ander plekje gaan zoeken, want dit gaat zo niet. Nee. Het luistert bijna niet naar mij. Dat is maar zelden dat de oren voor mij open gaan. Dus ja, ze was wel blij dat ze mij weer zag, maar ja. Ik weet het niet, ze is mij te sterk, ze is te aanwezig. Ik vind dat Sky naar een cursus moet of een cursus via het internet gebeuren moet gaan volgen. Maar ja, dat is aan Sky, ik kan wel die handvaten gaan geven. En dat die strenger moet zijn met zijn stem enzovoort. Maar ja, dit gaat gewoon niet. Want hij is met zijn stem te lief. Hij moet meer bulderen. Hij moet haar overheersen. En dat doet Sky niet. Nee. Ja, dat is... Willy wil wel. Kijk maar, daar is onze Willy. Ja, daar ben ik weer. Ik heb er eigenlijk nog rustig. Ja, ze lag buiten bovenop Rijka. Oh. Rijka kon er niet wegkomen. Nee, dus ik heb bij haar een halsband weg moeten trekken. Dat is toch niet normaal. Heel zwaar gewicht. Ja. Dat wil ik gewoon niet. Het gaat gewoon niet. Ja, en Sky die moet gewoon ook met zijn stem meer gaan bulderen. Hij is met zijn stem te lief. Ja, hij moet echt bulderen. Hij moet die tonatie doen. Ja. Ja, en je kan cursussen volgen via YouTube. Dat kost niks. Dus. Nou, en ze hadden het net ook over een kliksysteem. Ja, dat kan je ook met je vingers, denk ik dan, weet je. Dat doe ik ook wel bij mijn meisjes. Maar op zich moet je het met je stem eigenlijk af kunnen. En wat nog mooier is. Dat is dit apparaat. Die hoor je niet. Nee, maar zij wel, ja. Ja. Dus. Dat is deze. Dat is op dat knopje druk je hier al. En dan zie je een lichtje. En Mara geeft ook geluid. En dat horen ze. Ja. Ja, dat wel. Dus ja, die bullenbak, dat er moet dan een plekje gezocht worden. En ja, dat moet hij toch echt zelf doen, Sky. Daar kan ik niet bij helpen. Dus je was bovenal weer klaar, schat? Of? Ja, dat is alweer schoon. Moet je een bonbon? Een bonbon? Ja. Nee. Dus je hebt één bonbon kind toch bij. Ja, maar ik heb ook wel één koekje gehad. Ja, maar dat was niet hier. Nee, maar dat is een heleboel kleine beetjes is één grote. Oh ja. Dus nou. Ik moet echt aan suikergehalte denken. Dat is te hoog. Dat is op 7. En dat ja, ook dat wordt op de grond gedonderd door die hond. Ik heb een paar keer trouwens zeker eruit moeten doen. Hey, omdat ze liggen? Gewoon ook de speelgoed door de lucht heen gooit. Ze gooit het speelgoed gewoon door de lucht heen. Nou, mijn arme televisie, mijn arme kast. Ja, op touwen naar buiten, weet je. Ja, buiten. Dat ben ik niet. Ben ik voor geen één hond van mij gewend. Ik heb niks anders dan honden gehad. Ja, maar dat is een puber. Ja, maar ook wij hebben pubertjes gehad, puppies, uit nest. Ik heb ook een herder gehad uit nest. Ja, maar die heeft dat nooit gedaan. Hij is oosten, dus doof. Ja, ook dat. Echt. Ja. Oosten is doof. Maar ja, de achternagels, de achterpootjes, die zijn, die heb ik wat weten kort te wieken. Die zweefdingen, enkel die ene poot die moet nog beter. En dan gaat de telefoon. Nou, ik zie jullie later weer. Ja, kijk.
En dat heeft deze dame hier al voor de deur gedaan. Alles buitenboord gekieperd. En blij dat Willy er nog is. Die gebruikt de verkeerde bezem, maar ja. Ja, verdorie. Dat wil ik dus niet, hè? Je hebt enkel de verkeerde bezem, schat. Schat, je hebt enkel de verkeerde bezem. Oh ja. Je had de harde moeten gebruiken. De harde? Ja. Die hangt achter de trap. Toch niet normaal, hè? Abnormaal. Nou, daar staat zit en ligt, moet ik zeggen, ligt en staat mijn meisjes. Lekker rustig, weer op de bank. Niet een andere hond die de bank in beslag neemt, nee. Maar ja, ik ben vanmiddag even weg geweest en toen reed ik door de Big Bazaar heen en daar kwam ik iemand tegen. En die zit daar. Hallo. Ik zit aan een lolly te sappen. Zit aan een lolly te sappen? Kon weer niet later? Kon weer niet later. Nee, ik even. En we hebben lekker saampjes op het tatje gegeten. Ik heb haar uitgenodigd. Even saampjes lekker tot rust gekomen. Saampjes door hondjes uitgelaten. Hé meisjes? Ja. Zeg maar ja! Dus ja, dat dus. En nu zitten we aan een bakje koffie. Ja. Helemaal lekker, of niet? Helemaal lekker, ja. En ja, ik had het gekocht en er hangt nou, ja, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Zometeen, even wachten. Even wachten. Ik weet niet of ik dat zo zien kan. Oh, moeder Maria. Daar hangt ze. Ja, daar hangt ze. Dat is een skeletbruidje. Ja, ik vind het helemaal top. Helemaal geweldig. Ja. En dan is dat dus. Dan moet die deur weer dicht zien te krijgen. Ja, die heb ik me zo vast opgehangen. En wat hebben we nog meer? Ja, ik had nog meer. Ik heb nog... Want ik ben bij de Xenos binnen geweest. Ja. En dan heb ik... Nog een zakje met twee zakjes lollies meegenomen. Twee zakjes. Ik heb nog aan mezelf gedacht voor mijn griep, zeg maar. Of astmatische bronchitis met cara, kan je het ook zeggen. En nou ja, paracetamol, zeg maar. Dus dat moet nog opruimen, maar ik heb er geen fut meer voor. Nee, komt wel, hè Elwin? Ja, het heeft geen hart, het loopt niet weg, het heeft geen pootjes, dus wat moet je nou met jurkjes snuffelen? Ik heb geen naam, ja, die andere hond, hoe heet dat? Ik vergeet iedere keer die naam hè, van de beest. Chelsea, weet ik veel, Chelsea, geloof ik. Toch Rijka, jij nog, ik niet meer. Nee, het is belabberd. Ja, maar oké, waar ben je? Oh, daar ben je. Rijka. Hé, moeten jullie zo meteen snoepje? Moeten jullie snoepje? Uit de grote bak. Oh, snoepje, ja. Oh. Alwingo? Wacht even. Zo, lekkere meisje. Ja, oh lekker. Ja, nou, dat wij gaan lekker verder genieten is straks ook goede tijden, slechte tijden kijken. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En, je hebt druk. Zo druk als ik het zelf doe. Ik kan ook zeggen van, bekijk het allemaal, maar ik doe het morgen wel. Dat kan ook. Ja, maar dan moet het weer. Ja. Ja. Hé? Lekker ding. Ja, nou. Dus ja, dat dus. Dus we gaan er nou naar bruidjes kijken. Dat is ook leuk. Ja. Dus zeggen lieve vrienden, geniet met ons mee. Tot later. Zo lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Wel.
Ik ben blij. Ja, ik voel me vrij weer. In mijn eigen huisje. Het is allemaal wel leuk, lief en aardig, dat Sky hier is. En dat hij me af en toe hier en daar wat helpt. Maar ik kan het niet handelen. Ik ben mijn vrijheid gewend. En als Chelsea hier is en Sky moet weg, weet ik van waar naartoe. Ik vertrouw dat niet. De drie honden hier in mijn huisje. Chelsea is aan de ene kant lief, aan de andere kant ben ik benauwd van haar, ben ik bang van haar. Niet alleen voor Elwing en Rijka, maar ook voor mezelf. En voor mijn spullen, want ja, het is nog een jong beestje. Moet nog heel, heel veel leren. En dat is niet aan mij om dat te doen. Dat moet Sky doen. Maar dan loopt ze te spelen met die knuffels of met een bal van touw. En dan zit ze daarmee in de bek en dan geeft ze met die kop aan het schudden. Maar dan laat ze die bal ineens los en die vliegt door mijn kamer heen. Ja, straks tegen de televisie aan. Of tegen mijn kast die ik geërfd heb. Dat wil je niet hebben. Het zijn mijn spullen dat me dierbaar zijn. En ik wil niet dat het boel kapot gaat, weet je. Dus ja, ik vind het, aan de ene kant is het heus wel een schat van een beest, maar het heeft twee kanten, dat beestje. En dat komt ook mede, denk ik, vermoed ik, door de verkeerde behandelingen van de vorige baas, want Sky heeft haar gered. Helemaal toppie voor Sky hoor, niks op tegen, maar ik ben bang dat Sky er ook niet aan kan. Nee, want ze trekt Sky zo wat over de weg heen. Van de week ook. Ik moest in één keer lachen. Ik zei, nou, nog even, we leggen jullie allebei tegelijk in de pomp. Want zo trok, ik vergeet iedere keer die naam, hoe je het uit moet spreken, Chelsea. Die vloog naar beneden de berm af, richting de gracht, het water. Nou ja, dat had Sky niet in de gaten, dus die vloog achteraan, ja. Dan moet je bedacht zijn, verdacht zijn, hoe noem je dat? Ja, dat heb ik ook met mijn beesten en met mijn meisjes. Daar ben ik gewoon al vooruit op bedacht. Van een rare beweging, ik sta stijf, weet je. Ik hou ze tegen. Ze trekken mij niet ondersteboven. Nou, dat doet Chelsea bij mij wel. Ja, en ik wil ook niet een hond in mijn buurt hebben die haar tanden aan mij laat zien. En of over mijn kleine meisje Rijka heen ligt. Nee, dat wordt het niet. En dan is het bij mijn taboe wegwezen. Dat wil ik niet. Evengoed goede vrienden met Sky. Ja, maar ik wil dat beestje niet meer hier in huis. Niet eerder dan het eens een keer te vertrouwen is. Maar ik ben bang dat het er niet in zit. Nee, maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens. Ja, ik kan het ook fout hebben. Maar mijn gevoelens zeggen dat het fout gaat. Ja. Ik hoop niet dat ze Sky ooit zal gaan bijten of wat dan ook. Maar ik ben bang dat het fout zal gaan. Ja. Maar in ieder geval, dat moet ze voor zichzelf weten. Dus zij wil het beestje nou in ene houden. Ik heb de vorige keer al een oproep gedaan voor dat beestje in een vlog. Maar ze wil het nou weer houden, ja. Ze zelf ook is die wispelturig. Sky, en de ene keer is het weg en de andere keer is het behouden. Ja, wat wil je nou? Ja? Niet twijfelen. Het is of het een of het ander. Maar ja, in ieder geval. Ik hoor ook, hoe heet het nou? Kandalfie miauwen. Nou ja, die blijft daar lekker. Want we gaan zo naar bedje toe. Dat was ook een van de redenen dat ik jullie erbij pakte. Om de welterusten te wensen. En dat bij deze dus welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allemaal op de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!